Kijkers van Prometheus Live. Leuk weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Lego Lord of the Rings. In deze aflevering gaan we waarschijnlijk Aragorn ontmoeten. Jazeker, Aragorn. En zoals jullie nog wel weten hebben in de vorige aflevering met Saruman een kopje koffie gedronken, wat nou niet echt goed eindigde. En hebben we een paar Nazgul. Nou, een paar Nazgul moeten ontwijken. Wacht, ik wil naar binnen graag. Ja. Doe maar. Hallo. Wat een mooie stad. Wat een mooie stad. Het regent wel erg hier in deze stad. Wat is dit? Oh, we hebben een nieuwe stad ontdekt, jongens. Hoe nice. Hoe nice. Oké. Ik wil weg van de regen. Oh. Mag ik er niet langs, hobbit? Ik ben ook een hobbit, hoor. Oké, wat wil je? You look like a helpful sort. Okay. Fancy making me a mithril trowel to replace my tatty old one? For okay. Your trouble, I'll let you in on a secret to help you seek out other quests. Okay. Nou, daar doen we het voor. Okay, jongens, go. Nou, we moeten daarheen. Design van Smit. Oh, een troffel van Mithril. Hello, Mr. Smit. Wel, ik zou ik nou kiezen? Ik heb ook zoveel ontwerpen om uit te kiezen. Oh, wat doe ik nou hier? Oké, dat werkt dus zo. Oh, jezus. Ik weet echt niet meer hoor. Kom op dan. Jezus, Frodo. Goed zo. Oh, daar gaan we blokken mee trill. Ja. Nice. Oké. Ik krijg de besturing steeds beter onder controle, jongens. Ik weet nu dat ik met J moet springen in plaats van met spatie. Oh. Gefeliciteerd. Een mithril truffel. Maar hey, het is wel mijn mithril, hè? Had hij me niet twee mithril kunnen geven? Want nu gaat het van mijn mithril af voor één klein kutgeheim. Wat, dat is toch een slechte deal? Mithril is fucking zeldzaam. Aha. Pak hem dan ook. Jezus, Jossie. Sorry hiervoor, jongens. Frodo is een beetje een Jossie af en toe. Zie je? Samwise Gamgee, kom hier. In de regen een vuurtje maken. Ja, het kan aan mij liggen, maar het vuur gaat dan toch weer uit. Oké, Frodo, go. Go, Frodo, go. Moet je een liedje van maken. Thanks for your help. Ja, no problem. Ik kan hem geen eens kopen, lul. Hey,
bastards. What can I do for you? We're friends of Gandalf the Grey. Can you tell him we've arrived? Gandalf? Not seen him for 6 months. What do we do now? Shit is out. What the fuck? Wow. What's that? Something for the road. I'm getting one. Schreeuw. Hij zag hem, jongens. Attention to yourself. I know what hurts you. That hurts you. What are they? They are the Nazgul. Ringwraiths. At all times they feel the presence of the ring. Where are you taking us? Into the wild. Into the wild. Nou jongens, we hebben Aragorn ontmoet. Zullen we aankloppen? Ik mag jou niet. Fuck you. Jij hebt me net al belazerd. Nou, typisch, eigenlijk heb je me niet belazerd, want... Nou, ik ga voor de 2 fucking mithril. Heb ik voor hem verbruikt. Dan mag ik het wel gratis krijgen, toch? Ja, lul. Ik vind dat hij me belazerd heeft. Laat me gewoon weten in de comments wat jullie ervan vinden. Maar hij begon echt belazerd, hè? Maar ja, anders kwam ik toch niet naar binnen. Strider. Nou, omnij. Helemaal mooi. Aragorn, 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 toch? Waar doe ik? Waarom doe ik dit? Oh, eens kijken. De wereld op. Verder? Ja, ja, sowieso. Ja, ik had gelijk. Nou, kom mee jongens. We gaan even de weertop op. We shall rest here tonight. These are for you. And keep them close. I'm going to have a look around. Stay here. Ah, he's going to take a look around. What about second breakfast? Oh, leuk. We hebben hout nodig. Samwise Gamgee.
Do as I command. Mary. Mary a doc. Gewoon zo makkelijk. Oké, ik val. Oh, dat is de vis. Logisch. Nou, ik dacht eigenlijk dat ik hout zou vangen, maar. Ja, hout. Ja, niet echt logisch, maar. Het is een Lego-spel. Met fantasiewezens. Dus. Dat is al niet echt logisch. Oh. Ik denk dat groeit een boom uit of zo, waar hout van afvalt. Dat is wel mogelijk, namelijk. Ja, jongens. Dat is wel. Oh ja, tuurlijk. Sam. Natuurlijk gaan we de verkeerde kant op duwen. Post X. Eikje erbij. Hij hoort bij. Money, money, money. It's a funny. In a rich man's world. Zo. Een volle braadpan. Kom op, Sammy. Want a tomato, Sam? Yeah, go on, tomato. What are you doing? Tomatoes, sausages, ice, oh, no. Crispy bacon. The case can show. Put it out, you fools! Put it out! That's nice! Ze zeggen toch echt geen schreeuw, hoor. Ze schreeuwen, maar... Ik heb ze nog nooit schreeuw horen. Go! Ja, yeah, go. Go. Fool. Fool. You fool. You foolish fool. Oké, ik denk hier moet ik iets mee. Dat moet ik ook. Ja. Ik flikkerde bijna. Gelukkig
maakt Sam altijd van die supersnel groeiende plantjes, hè? Oh, what the fuck? Wat doe ik? Oh, wacht, ik weet wat ik doe. Velen. Okay. Exciting. Waarom moest dat met zo'n omweg? What the fuck, ik drukte op jump. Ik voel me echt zo genaaid nu. Help me. Do it. That was a...
Wow, we keken gewoon door de grond heen. Zie Sam daar rustig heen lopen. Kom maar, kom maar. Fucking naschool. Oh, wacht, die zet een mooi figuur. Altijd opslaan. Voor het geval dat, jongens. Fuck you. Aha. Motherfuckers. Waar moet ik heen? Aha. Waarom gaan we de hele tijd door de grond heen? Fuck you. Yes, we did it. Oh yeah. Seriously. Alsof die gast echt een brandblusser mee hebben. What the fuck? Ik word hier moe van. Oh,
Oh, ik ben mijn toorts ook kwijt, ja. Dat is kut. Kunnen we ze niet killen? Nee, kut, je kan ze niet killen. Ik vind dit kut. Sam, verdomme, doe eens wat. Dit is kut. What the fuck, man? Dit is echt... Hij wil niet doen wat ik wil dat hij doet. That's better. Hallo, dit is uw vriendelijke na school help de servers. Wat kan ik voor u doen? Ik ben geen juwelier, meneer. Ik heb geen ring. Maar u ziet eruit als... U hebt zo'n lange reis gemaakt, meneer de naschool. Misschien hebt u behoefte aan een vuurtje? Oh man, ik ben zo goed. Ze staan gewoon in vuur en vlam. Nee, voor u geen Nazgul help server. Sorry meneer. Het spijt me heel erg, maar u bent er gewoon te lelijk voor. En toch blijft u achter me aanlopen. Ik zeg toch, geen Nazgul help server. Man, die Nazgul zijn dom, serieus. Ze luisteren niet naar me. Sam, what the fuck moet ik doen voor die laatste? Tell me, please. Ik ben echt zo doemd.
Sam. Zoek jij maar verder. Mij valt hij niet aan, maar... Sam, fucking... Ik word hier gek van. Verdomme. Sam, jij waardeloos. Ik kan die laatste gewoon niet vinden. Ik kan me herinneren dat ik hier iets heen gooide, maar... Ik zie die... Hoe heet het nergens, die fakkel. Kan iemand mij helpen? Wanneer de nacht schoenen. Oh mijn god, ik zou het echt niet weten, jongens. Ik ga nog maar even zoeken, want... Oh, dat kan je ook niet. Eigenlijk was ik hem al aan het zoeken, maar... Weet er iemand toevallig waar hij is? Oh, wacht maar, hij heeft hem niet. Please, vind hem, Aragorn. Serious. Are you fucking kidding me? Sam had hem gewoon. Verdomme Sam. Help him, Strider. He's been stabbed by a Morgul blade. This is beyond my skill to heal. He needs elvish medicine. Did you hear that? We're going to see the elves. Strider! Wow. Hadden we dat ding wel kunnen kopen, maar... Ongelooflijk dat Sam gewoon de hele tijd had. Wauw, een elf. Oh mijn god, wat enig. Frodo. Oh.
26. Proud of fear, I offered only here. Tor guides me very alone. I do not fear them. I asked them. Nou, jongens, leuk jullie gekeken hebben naar deze iets langere aflevering dan normaal. Dankzij onze grote vriend Sam met zijn kuttoorts. Ja, vergeet geen duimpje omhoog te doen, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering, waarbij we een reisje afleggen naar Rivendell. Tot dan!